zonnige dag vandaag en vandaag in Sint-Truiden aanbeland. Sint-Truiden, andere kant van de provincie in het zuiden. Wat doen we hier? Opnames van een verkiezingsfilmpje. En als ik goed kijk, achter mij is de ploeg nu bezig met die andere nummer 2. Ik sta 2 op de federale lijst. Achter mij zie je Ludwig van der Hoven en de filmploeg. Die staat straks 2 op de Vlaamse lijst. Filmpje over mobiliteit. We gaan straks al onze kandidaten voorstellen aan de hand van die filmpjes. En hebben eigenlijk heel ons verkiezingsprogramma in al die filmpjes gestopt. Dus alle verschillende onderdelen. Mobiliteit is er daar eentje van. En ik denk qua Limburg een van de belangrijkste thema's die er is. Dan heb ik het natuurlijk niet alleen over de Noord-Zuid, maar ook over het openbaar vervoer. Wat vanuit onze provincie toch wel te wensen overlaat, vinden wij. En wat voor ons de sleutel is voor de komende jaren naast het fietsen. Want ja, er wordt momenteel in Brussel wel over rekeningrijden en dergelijke gesproken. Maar wij vinden dat er eerst een goed alternatief moet zijn. Dat is de boodschap die we in het filmpje gestopt hebben. Er is nog een derde kandidaat hier. Die zit al aan de koffie in het stationsbuffet. Dat is Stefan Jolijn van het ACOD Spoor. Binnenkort kan je het filmpje waarover ik spreek ook zien op Facebook, neem ik aan. Ik ga hier nog even de filmploeg volgen, want ik zie dat ze ondertussen klaar zijn met hun take. En eens kijken of alles goed komt. Tot snel, tot op de blog.